Het ego van een trainer moet wat kleiner zijn. Ik heb wel eens het idee dat nog, ja, helaas toch wel wat grote ego's bij trainers rondlopen, zonder dan allerlei namen te noemen. Is het voor een trainer ook niet erg belangrijk om een beetje op de achtergrond te blijven? Ja, het draait niet om mij als trainer, hè. Dat mag duidelijk zijn. Ja, ik vind het in de atletiek wel meevallen, hoor. Ik zie niet zoveel trainers met een heel groot ego. Wel in andere sporten, maar in de atletiek valt het wel mee, denk ik. Maar het mag duidelijk zijn, als ik naar een training ga, dan draait het daar niet om mij, maar om de atleten en om de lopers. En dat zij een leuke avond hebben en goed gericht trainen. En daar gaat het om. En dat weet ik ook, hè. Daar ben ik trainer voor. Als je kijkt naar jouw trainerschap, heb je dan een aantal vaardigheden waarvan je denkt van, nou, die kan ik inzetten? Oeh, dat is een goede vraag. Vast wel. Altijd lastig om je eigen talent natuurlijk te benoemen, maar wat kan jij inbrengen? Wat ik kan inbrengen is dat ik een combinatie kan maken van alles wat ik lees. En wat ik aan de ervaring van andere trainers meeneem, maar ook wat ik uit de cursus haal, wat ik uit boeken haal, dan kan ik toetsen uit de praktijk. Is het wel realistisch? Is het wel haalbaar? Hoe belastbaar is iets wat je op internet leest bijvoorbeeld? Is het wel specifiek? Is het wel praktijkgericht? Hey, dat soort dingen kan ik natuurlijk allemaal zelf aan de lijf ondervinden. En dan nog kan het zijn dat het voor de ene loper wel werkt en voor de ander wat minder. Ik ben ook geen trainer die zegt van, nou, ik heb een systeem, ik heb een manier van training geven en degenen die bij mij trainen, die moeten dat maar volgen. Want dan ben je dus wel een trainer met een ego. Ik moet gewoon kijken naar wat werkt voor die atleten en die atleten. En ook de leeftijd erbij pakken natuurlijk, hè. Vanaf een bepaalde leeftijd hebben mensen veel grote taaiheid, maar wat minder belastbaarheid. Nou, dat merk ik natuurlijk ook bij mezelf. En wat jongere atleten, daar heb je atleten bij, dat zijn echt tempobeulen. En die voelen zich goed bij veel omvang en wat minder intensiteit. En anderen zijn souplesselopers. Als je die op die manier laat trainen, dan gaan ze lopen als een werkpaard. Dat zijn allemaal al dingen die ik aan de lijf heb ondervonden. Nogmaals, dat wil niet zeggen dat dan voor anderen ook zo werkt. Maar het is wel een voordeel dat ik wel weet van, kan voelen ook en kan testen van, wat werkt er nou eigenlijk? Want je kan allerlei dingen lezen en het tegenovergestelde kun je ook lezen. Wat haal je daaruit? Wat is praktisch? Plus, wat ik leuk vind aan trainers is dat ze heel open zijn. Ze staan ook voor open om met je te praten en ervaring uit te wisselen. En daar ben ik wel. Daar moet ik ook eigenlijk nog gerichter op afstappen. Ik moest naar andere trainers te gaan, een keer een training mee te pakken, een keer in een atletenhotel en zaterdagavond door te zakken, weet je wel. En dat kan makkelijker nakomend jaar, als ik dan zelf niet op zondag zelf hoef te lopen. Okay, dan zak ik gewoon door in die bruine kroeg en dan steek je denk ik een boel van op. Betekent voor je het weet dat je, als je met echte talenten werkt, daar heb je meer dan een dagtaak aan. Als ik een talententeam van de grond kan tillen, dan is dat inderdaad een dagtaak. En vaak zitten er meer uren aan vast dan je van tevoren inschat. Ik geef training bij Eindhoven Atletiek voor 6 uur in de week. Nou, je kan ervan op aangaan dat er wat meer tijd in zit, alleen al om de schema's te maken. Die 6 uur staat gewoon voor de schema's uitvoeren, voor de trainingen geven en de voorbereiding daarop. Maar als ik kijk wat voor tijd ik besteed aan schema's maken, als ik videoanalyses maak en ik zet dat om in beeldseries, ja, daar ben je zo 20 uur mee kwijt. En op een andere manier zou ik het ook niet leuk vinden. Zo heb ik ook altijd gelopen, hè. Ik heb altijd gelopen, geprobeerd het zo goed mogelijk te doen. Om het voor mezelf interessant te houden. En dan kijken wat er dan uitkomt. En zo ga ik het als trainer ook doen. Ik ben ook altijd bereikbaar voor die man. Met een mail, met de mobiel en zo. En dat moet gewoon ook, hè. Dus dat training geven kun je ook niet half doen, denk ik. En als er op een gegeven moment het talententeam van de grond komt, dan is het gewoon fulltime. Inclusief weekenden en zo. Maar dat, ja, goed. Die gasten hebben dan allemaal dezelfde passie als mij. Dus dan is het ook niet zo vervelend. Ik heb er geen hekel aan, laat ik het zo zeggen. Is dat ook een andere vaardigheid van jou? Je praat erg makkelijk over hardlopen om die passie op anderen over te brengen. Ik ben dat aan het ontwikkelen, hè. Ik doe dan wat clinics en zo. En er zijn er bepaalde dingen die ik ook. Ik heb nou een ondernemingsplan. En er zijn bepaalde dingen die ik dan naast training geef en het lopen ook nog daarnaast doe. En wat ik merk is dat ik via het hardlopen heel veel vaardigheden heb kunnen ontwikkelen. Ik was als jongen vrij
ongericht. Ik wist niet goed wat ik wilde. Ik was niet echt gemotiveerd. Ik had niet veel discipline. En ik was ook nog eens verlegen. En als ik kijk wat ik via het lopen eigenlijk allemaal heb ontwikkeld aan vaardigheden. Ik praat nu voor groepen van 80 man bijvoorbeeld. En ik praat zo anderhalf uur vol. Nou, dat is puur dankzij het sporten. En zo, dat hoop ik ook met de jongere talenten te bereiken. Ik wil hen ook dat hardlopen meegeven als passie en als sport. En als iets waar hun talent in kunnen ontwikkelen. Maar eigenlijk via dat lopen, wat ik veel interessanter vind, is dat ze via dat lopen weer andere vaardigheden ontwikkelen. Die ze weer op school kunnen gebruiken, die ze in hun relaties kunnen gebruiken, die ze gewoon in het dagelijks leven kunnen gebruiken. En zo kun je eigenlijk het sporten, is meer dan het lopen en de prestatie alleen, zeg maar. En dat heb ik zelf ontdekt. En dat zijn wel dingen die ik hoop ook als trainer ook over te kunnen brengen op die gasten. De marathon als metafoor van het leven? Ja, eigenlijk wel. En eigenlijk wordt de marathon ook heel vaak, het woord marathon wordt ook heel vaak gebruikt als metafoor. Als je marathon kan lopen, dan heb je ook bepaalde vaardigheden. Hè, doorzettingsvermogen en je kunt doelen stellen op langere termijn. Je hoeft niet direct resultaten te hebben. Je bent geduld, breng je op, een bepaalde taaiheid. Ja, en dat zijn vaardigheden die je eigenlijk in bijna alles wel kan gebruiken. Alleen, je kan het ook te veel ontwikkelen. En daar moet je ook weer voor waken. Hè, dat het wat te dwangmatig wordt. Goed, en dat is dan ook aan mij om... Ja, om daar ook eens mee te doen. Nog even afsluiten. Je zegt, ga nog 2 halve marathons ga ik plannen. En dan ga ik kijken waar ik sta. Welke 2 halve marathons zullen dat zijn, denk je? Eentje is in Venlo en de week daarna is er eentje in Berlijn. En dat komt omdat Sharon, hè, mijn vriendin, die komt dan over en die loopt die 2 wedstrijden. Daarom loop ik die ook. Ik loop ze voor mezelf hoor, ik ga haar niet hazen. En dus het is voor mij ook een goede test hoe ik komende maand doorkom. En dan bel ik naar Rotterdam, hè. Luc, wens je jou veel succes. We komen elkaar sowieso nog eens tegen. Dan gaan we nog eens weer eens verder spreken over jouw talent. Misschien wel als trainer. Of misschien wel de dingen die je tegenkomt als trainer. Veel succes. Dankjewel. Leuk. Doen we.